Hallo Wal, daar zijn we weer. Zo aan het eind van het jaar van 2009. We zijn nu Kasteel Marquette in Heemskerk natuurlijk, een woonplaats. En ja, dit is het laatste filmpje voor dit jaar. We gaan even een klein beetje terugblikken op het hardlopen van 2009. Dat is natuurlijk hartstikke goed gegaan voor mijn gevoel. 7 marathons, 3 ultralopen, waarvan onder andere die 100 kilometer in Winschoten. Wat natuurlijk ja, voor mij toch wel een geweldig iets is geworden. De kustmarathon uiteraard. Heel veel nieuwe mensen, ja, hardlopers ontmoet het afgelopen jaar. Ja, er zijn heel veel blogmeetingen geweest. Hazen zijn we geweest, we zijn van alles en nog wat geweest. Er zijn ook wel wat mindere dingen geweest, een keertje marathon niet uit kunnen lopen. En nou ja, goed, dat hoort er ook bij. En ik heb eigenlijk wel best genoten dit jaar. En nou ja, de laatste weken nog een klein beetje rust zo. En dan, ja, dan gaan we het nieuwe jaar 2010 in. En ja, dat gaan toch heel weinig, niet zoveel marathons worden. Dat gaan echt dus de ultra lopen worden. En dan ja, toch wel richting Winschoten, 24 uur. De 24 uur loopt daar in Winschoten. 100 kilometer in Winschoten. Of in Steenbergen natuurlijk, de 24 uur in Steenbergen. En 100 kilometer in Winschoten, ja, natuurlijk. En ja, 6 uur van Stijn. En ja, de 50 mijl in Jan Knippenberg loop op Overstrand. Nou, en ja, New York uiteraard. New York in november, daar gaan we nog heen. Dus er gaan nog hele mooie loopjes tegemoet. Nou, voor de rest, ja, het is een beetje koud allemaal hier. Nou, er staan wat gansjes. En ik ga het afsluiten. Ik bedank jullie in ieder geval ja, voor al die mooie reacties op mijn blog. Al die mensen die ik ontmoet heb het afgelopen jaar. In jaren natuurlijk. En nou, jullie alle reacties geven is altijd heel leuk om te zien of om te lezen natuurlijk op mijn blog. Dat doe je altijd wel goed en nou ja, dat geeft je ook weer moed om weer verder te gaan met het hardlopen natuurlijk. Nou, ik wens jullie het beste voor dit jaar. Happy New Year. En ja, volgend jaar weer nieuwe filmpjes. Misschien wel in Steenbergen bij de 24 uurloop. Ik zou zeggen, tot ziens. Doei.